Laat hem niet winnen. Laat hem niet winnen. Moet dat wapen nu weg. Ze zijn meer waard dan wat hij u heeft wijsgemaakt. Hij mag niet winnen, Johan. Maar is misschien... misschien ook goed. Want... alleen een zieke geest zou zo'n keuze maken. En een gezonde mens, die zou... van zijn kind laten sterven. Dat is geen keuze. Olivier Koenen. Olivier van de Groendienst. Hoi. Oeh. Ja, goedemorgen. Ik ga nu een paar vragen stellen. Waar ben je van de nacht geweest? Hm? Ik zat in het cachot. Ah ja, waarom? Ik stond te piezen tegen zit met Gieskerk, passé een combi, zei mij op. En hoe laat was het dan? Om 2 uur of 2. En daarvoor? Tussen 8 en 2? Het zat kopcafé, maar het moet niet beginnen met waren, dat weet ik allemaal niet meer. Ja, oké. Merci, hè. Om zo goed voor mij te zorgen. Oh. Kom aan, en kreunen. Ah. Ja, kreunen, kom aan, luider. Ah. Ja, ja, ah. Ja. Ja. God. God. God, fuck. Oh, slechtste fuck ooit gewoon. En de getuigen? Ja, niks. En die overbuur, die oude, dat weet hem daar. Ja, Rosenberg. Nee, die liggen van zaterdag in het hospitaal met een hersenbloeding. Een ander buur? Je maakt dus niets van uw takmaat. Ik leid hier het onderzoek, ja? En zolang er niet uit de lijkschouwing komt, is het zelfmoord. Dat redenen genoeg. Iedereen werd toen vernederd. Ik ook. Dat is gewoon zo bij een top. Ik ga je missen. Laat me weten als je nee, vrij. Ik kom niet vrij. Ik heb levenslang. Dankzij u.